Broeders en zusters, welkom in de kathedraal, u die met zoveel naar hier zijt gekomen om samen het hoogfeest van Kerstmis te vieren, de geboorte van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Zo pas hebben we de kinderen en wij met hen het beeld van Jezus in de kribbe neergelegd, het kind voor ons geboren, midden de nacht, midden de donkere tijd. Van toen en misschien ook wel van nu. Gods liefdevolle nabijheid, ons voor elke dag toegezegd. En deze viering mogen we nu samen beginnen als een gelovige gemeenschap. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u. Broeders en zusters, we willen deze feestelijke middernachtmis beginnen met eerst aan de Heer te vragen om barmhartigheid en vergeving. Broeders en zusters, laten wij eenmoedig bidden tot de Heer onze God, dat Hij dit water dat Hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Mogen Hij ons bijstaan, opdat wij trouw blijven aan de Geest die wij ontvangen hebben. Heer, almachtige God, Gij zijt de oorsprong en de bron van alle lichamelijk en geestelijk leven. Wij vragen U, zegen dit water dat wij gelovig aanwenden om vergiffenis te bekomen voor onze zonden en om bescherming te verkrijgen tegen alle kwalen, tegen de vijand die ons belaagt. Verleen, Heer, omwille van uw barmhartigheid, dat Hij ons de bron opwelt tot eeuwig leven. Dat wij elk gevaar naar lichaam en ziel vermijden en met een zuiver hart komen bij u, door Christus onze Heer. Amen.
de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus. Dierbare, de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds. Dit is het woord van de Heer. Dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats in Quirinius, landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op. En omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven samen met Maria zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zijn moeder zou worden. Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de aarde. In de omgeving bevonden zich herders, die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten.
Plotseling stond een engel des Heren voor hen, en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult een pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschaar. Zij verheerlijkten God met de woorden: eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie hij wel behagen heeft. Woord van de Heer. Broeders en zusters, goede vrienden, ik wens jullie graag een gezegend kerstfeest toe. Niet zomaar een leuk of een prettig kerstfeest, nee, net iets anders en iets meer. Een gezegend kerstfeest. Een kerstfeest dat spreekt van Gods zegen. Gods zegen over deze wereld, Gods zegen over onze samenleving en vooral ook Gods zegen over ons eigen leven. Gods zegen zoals die ons op kerstmis tegemoet komt in Jezus, het pasgeboren kind van Bethlehem. Een zegen als een belofte van nieuw leven en van een nieuwe nabijheid. Een zegen die klinkt als een nieuwe melodie midden de drukte van onze samenleving. Het kan er in onze samenleving inderdaad heel lawaaierig en druk aan toegaan. Enkele stemmen overheersen vaak alle anderen.
Het geluid van de publieke opinie werd soms verlammend. Wie de mens onder ons die een afwijkende stem laat horen? Een afwijkende stem, bijvoorbeeld over het begin en het einde van het leven. Over armoede en rechtvaardigheid. Over vreemdelingen en gastvrijheid. Over samenleven en solidariteit. Over geloof en gebed. Afwijkende stemmen maken soms zo weinig kans. Ze worden al vlug geneutraliseerd door het basso continuo van onze samenleving. Een soort donker geroffel dat alle genuanceerde geluiden overstemt. Waar is vandaag nog een genuanceerd en vooral een hoopvol geluid te horen? Achteraan de kathedraal, op het gerestaureerde schijvenorgel van onze kathedraal, zitten enkele merkwaardige en uitzonderlijke registers. Een van deze uitzonderlijke registers, gesitueerd bij het voetklavier onderaan links, heeft als naam, het staat erop in het Frans, dat hoorde toen zo, effet d'orage, in het Nederlands effect van donder. Ondertussen heeft onze organist Peter van de Velde, de titularis van het orgel, zijn plaats van daar ginder ingenomen. En ik wil aan Peter vragen om nu een keer dat effect te laten horen van het orgel. Effet d'orage, effect van donder. Hier komt het. Nog een keer, Peter. Dankjewel. Goede vrienden, heb je het gevoeld? Het effect van de donder. Een ondoorzichtige en volumineuze klank die heel de ruimte van de kathedraal vervult. En je krijgt er een soort wow-gevoel van. Het heeft wel iets, zulk een gedonder. Je wordt er een beetje klein van. En vooral op dat moment moet je niets meer zeggen of zingen. Je bent letterlijk overstemd. Je kan er niet tegenop. En dat is het juist. Alle nuance of verfijning verdwijnt in de overmacht van zo'n monotoon geluid. Op zo'n geluid kun je niet zingen. Dat is zelfs de bedoeling niet. Je moet ervan schrikken. Gelukkig, vrienden, zit er in ons schijvenorgel nog een ander merkwaardig register. Het zit niet onderaan, maar bovenaan de rechterkant van het manuaal. En op de ronde toets staat geschreven, ook in het Frans, Voix angélique, een stem van engelen. Een stem van engelen. Peter, wil je deze toets nu een keer indrukken? Doe dat nog een keer, Peter. Goede vrienden, wat een verschil. Van het effect van de donder naar een stem van engelen. Geen wauw-effect in de kerk. Een heel subtiele toon, helder en broos. Uit fijne orgelpijpen die ergens verborgen zitten in die gigantische kast. In die gigantische kast. Je moet het maar durven als kleine orgelpijp. Eén tegen allen je fijne stem laten horen. Hoog en kwetsbaar. Wel nu, zo begon ook het kerstverhaal dat we hebben beluisterd uit het evangelie. Met een voix angélique, een stem van engelen. Het was toen nacht en stil, zegt het kerstverhaal.
Er waren geen geluiden van mensen meer te horen. Een engel verscheen aan de herders en hij zei: "Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn. Gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe." En dat met de stem van een engel. Geen overdonderend lawaai. Een zacht gezang in een duistere nacht. Goede vrienden, zo komt een echte boodschap tot bij ons. Met de broosheid van een engelenstem. Peter aan het orgel, wil je nu nog een keer die voix angélique, die stem van de engelen, laten horen? Goede vrienden, wat wens ik jullie toe in deze kerstnacht? Dat je die stille stem van de engelen mag horen. De stem van de engel die ook tot ieder van u zegt: heden is u een redder geboren, Christus de Heer. Geen groot lawaai, geen donder, maar een stille melodie die in de nacht het verschil kan maken. Een stille stem die zegt: God houdt van je, zoals jij hier vannacht zit en luistert. En een stem die je uitnodigt ook om voorzichtig mee te zingen, mee te neuriën, mee te zingen met de engelen. Amen. En samen mogen we nu ons geloof uitzingen. Credo in unum Deo. Thank you.
vertrouwen wij nu onze beden toe aan God, die vannacht in Jezus onder ons is komen wonen. Voor de kerk, waar ook ter wereld, en voor ons allen hier verzameld. Dat wij vreugdevolle en dankbare boodschappers worden van Gods barmhartige liefde, die in Jezus Christus is mens geworden. Laat ons bidden. In deze kerstnacht bidden wij voor armen en daklozen, die vaak geen plaats vinden in de herbergen van onze steden. Dat zij gastvrij ontvangen worden en een thuis kunnen vinden. Laat ons bidden. In het bijzonder in Syrië en het Midden-Oosten, dat godsdiensten in een geest van dialoog instrumenten van vrede zijn. Laat ons bidden. Deze kerstnacht willen wij u danken, omdat gij in Jezus tussen ons mensen zijt komen wonen. Geef vrede aan de wereld en aan alle mensen van goede wil, door Christus onze Heer.
broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn Heilige Kerk. Heer, aanvaard deze gaven van brood en wijn als een teken van onze dankbaarheid en onze wederliefde. Want Gij hebt ons het eerst bemind in Jezus Christus, uw mens geworden Zoon, die met u leeft in eeuwigheid. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. En brengen wij nu samen dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waard. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Jezus Christus, onze Heer. Gij hebt uw heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen. Nieuw licht is opgegaan. Uw woord is vlees geworden. Zichtbaar zijt gij geworden, onze God in hem. Naar u gaat ons verlangen, onze liefde, naar u die nog verborgen zijt. Daarom, met de koren van de engelen loven en aanbidden wij u en zingen vol vreugde. De schepping komt van u, naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuivere offerande u wordt opgedragen. Daarom zijn wij hier voor u verzameld, en vieren wij in gemeenschap met heel de kerk de hoogheilige nacht, waarin de maagd Maria de Verlosser heeft geschonken aan deze wereld. Door hem die onze heiland is en onze Heer, bidden wij, heilig onze gaven die hier voor u zijn neergelegd. Maak ze door uw heilige geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Thank you.
de maaltijd heeft hij ook de beker genomen, in dankzegging tot u gebeden, en hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. Hij moge ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor uw uitverkorenen hebt weggelegd, ons ten deel vallen, samen met de heilige macht en moeder Gods Maria, met de zalige apostelen en martelaren en met alle heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen, want zij zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en liefde, samen met uw dienaar, onze paus Franciscus, en met Johan, onze bisschop, met al de bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genadig het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. Breng uw kinderen weer bijeen, die in verdeeldheid zijn uiteengegaan, en schenk aan allen, Vader, uw barmhartigheid. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn, voor allen die ons hebben verlaten en zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart is opgewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit. Door hem en met hem en in hem. Samen bidden.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, vooral in deze kerstdagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde. Beveiligd tegen alles wat onze wereld angstig en onrustig maakt. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof en het verlangen van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij dan altijd met ieder van u. En broers en zussen, geven wij in deze kerstnacht elkaar de vrede van Jezus. Zalig wij die in deze kerstnacht genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegdraagt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat wij op het plein komen, maar spreken zal ons gezond worden. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot eeuwig leven. Thank you.
Laat ons nog bidden. Heer onze God, gij hebt uw volk getroost en zijt ons tegemoet gekomen met uw goedheid en uw trouw. Wij danken u voor dit kerstfeest dat nieuwe hoop brengt op een wereld van vrede en gerechtigheid. Wij vragen dat ieder mens op aarde de blijde boodschap mag vernemen en eens uw heerlijkheid aanschouwen. In Jezus Christus onze Heer. Goede mensen, achteraan vind je op de tafels de brieven van onze bisschop voor Kerstmis die u mag meenemen. En op 26 december speelt onze titularis organist Peter van de Velde u op een orgelsrecital dat de kerstfeer nog even vasthoudt. De financiële opbrengst komt ten goede aan de armen van onze stad. Iedereen is van harte welkom. En op 5 januari vieren we 11 jaar bisschopswijding tijdens een dankviering om 17 uur in de kathedraal. Ook daar is iedereen van harte welkom. Morgen zijn de vieringen zoals op de zondag om 9 uur, 10 uur, 12 uur. En we wensen u vanuit de parochie nog een heel mooie kerstnacht en kerstfeest. En graag tot binnenkort. Zoals Pieter zegt, is het kerstfeest nog maar begonnen. We mogen de vreugde van hier meedelen. En als we die allemaal aan 10 mensen doorwensen, dan denk ik dat we al aan 15.000 zullen zitten. Als elk er 5 een zalig kerstfeest wenst. Die vredewens mogen we aan elkaar doorgeven. Een teken van hoop in onze wereld. En met Gods zegen mogen we deze Eucharistieviering nu besluiten. Het is een plechtige zegen met 3 amens. God heeft uit deze wereld de duisternis verdreven door de menswording van zijn Zoon. Door de geboorte van onze Heer heeft hij in deze hoogheilige nacht een helder licht doen stralen. Mogen hij in zijn oneindige goedheid alle duisternis en kwaad van u verdrijven en uw hart verlichten door uw inzet voor het goed. Hij die gewild heeft dat de blijde boodschap door de engel aan de herders werd verkondigd, mogen u tot verkondigers maken van zijn evangelie. En hij die door de mens is, door mens te worden, de aarde met de hemel heeft verbonden, mogen u vervullen met zijn vrede, u met goede wil bezielen en u deel doen uitmaken van de kerk die in de hemel is. En zegene u allen, de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.